Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Zorgtalent. Welkom bij een nieuwe uitzending van Aan tafel met Leendert. Zometeen gaan we het hebben over het festival Noorderliefde. Maar eerst gaan we het hebben over de bed, bad en broodvoorziening. Want de regering heeft gezegd dat het in Leiden niet mag gebeuren. Maar burgemeester Lemfrink gaat er gewoon mee door. En daarover ga ik in debat met Julius Terpstra van het CDA en Thomas Kok van Groep Kok. Dan laat ik even bij jou beginnen, Thomas. Van de week is onze burgemeester naar Den Haag gegaan. Heeft daar gezegd, ondanks dat wij niet bij de 5 gemeenten horen die bed, bad en broodvoorziening mag gaan leveren. Gaan wij als Leiden dat toch doen? Wat was jouw reactie toen je dat hoorde? Ja, dat vind ik verschrikkelijk. Dit land wordt overspoeld met vluchtelingen, asielzoekers, ook veel gelukszoekers. En die kunnen we gewoon niet meer aan. Onze ouderen zitten letterlijk in de stront. En deze mensen krijgen geld om hier te blijven. En dan is er eindelijk een kans om in ieder geval een deel mensen die uitgeprocedeerd zijn te weigeren. En dan zeggen we niet alleen, wij houden ons daar niet aan, we gaan ermee door. Nee, we gaan zelfs nog een centrum voor ze bouwen om nog meer op te vangen. Julius, de ouderen zitten in de stront. En we gaan, we gaan voor de uitgeprocedeerde asielzoekers gaan we voorzieningen regelen. Ja, hoe staat CDA erin? Dat is het frame van meneer Kok. Nou, daar ga ik niet in mee. Luister, bed, bad en brood. Minimale voorzieningen. Dat is niet iets waarvoor je speciaal helemaal naar Nederland komt om te denken van nou, dat ga ik eens even opstrijken als asielzoeker of als gelukszoeker. Nee, dat is iemand die in nood is. Iemand die geholpen moet worden. En iemand die geholpen moet worden om eventueel terug te keren. En juist met die voorzieningen kunnen we die terugkeer bewerkstelligen. En over welke groep hebben we het? We hebben het over uitgeprocedeerde asielzoekers. Dus mensen die een aanvraag hebben ingediend. Die is afgewezen door zowel de IND als de rechter. En dat betekent dus dat er voor die mensen geen toekomst is in Nederland. En dus dat ze op den duur terug moeten. Nog niet terug zijn gegaan en hier op straat zwerven. En dat levert overlast op. En daar moeten we wat tegen doen. En daarvoor is de bed, bad en broodregeling. Om zowel de overlast op te lossen als de mensen een perspectief te bieden om bijvoorbeeld een terugkeer. En waarom willen jullie dat perspectief niet bieden bij Groep Kok? Wij willen een perspectief bieden. Er wordt nu van uitgegaan dat die mensen vrijwillig moeten terugkeren. Nou, de mensen die hier zwerven, die doen dat niet. Dan moet je die oppakken en gedwongen uitzetten. Maar het heeft geen zin om te zeggen van, oh, jullie houden je niet aan de wet, jullie blijven hier. Nou, dan krijg je belastinggeld ook bed, bad en brood. Ja. En wat betreft minimale voorzieningen, dat wordt op bed, bad en brood genoemd. Er zit ook psychologische begeleiding bij, er worden feesten gegeven in die dingen. Dus het is ook veel meer. Ja. Maar weet je, meneer Kok roept het altijd van ouderen in de stront en er komen allemaal mensen hier naartoe. Maar het punt blijft dat ook wij vinden dat die mensen terug moeten, de asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn. Alleen, maar waarom zet u ze dan niet gelijk uit? Omdat die mensen ervoor hebben gekozen om de illegaliteit in te gaan. Dus je moet een manier bedenken om werkzaam die mensen terug te sturen. Iets van wat u roept is gewoon niet haalbaar. Want we hebben al zo vaak geprobeerd om met dwangmiddelen illegale uit te zetten. En dat werkt gewoon niet. Dus je kan beter mensen begeleiden en perspectief bieden. Er zit een hele groep, grote groep bij die niet terug durft of niet terug kan. En met een beetje begeleiding breng je die mensen toch een stuk verder. Nou, die mensen die willen hier gewoon blijven. En die zullen daar alles aan doen. En die methoden werken heel goed. Je pakt ze op, je zet ze op het vliegtuig en ze zijn weg. En ze komen hier niet meer in. Ja. Zo simpel is het. De vraag is wel, de regering heeft een akkoord gesloten. Hè? Met veel pijn en moeite heeft de regering een akkoord gesloten. Waarin gezegd is, 5 grote gemeenten die kunnen die bed, bad en broodvoorziening wel gaan regelen. Dan hebben we de Ter Apel er nog naast. De vraag is dan, moet Leiden het alsnog gaan doen als ze niet bij die gemeente horen? Waarom moet Leiden het dan alsnog gaan doen? Nou, dit compromis is misschien nog wel dommer dan de teksten van Thomas Kok. dit is nog steeds heel slim zijn. het is echt een compromis wat gesloten is in Den Haag tussen de Partij van de Arbeid en de VVD om hun eigen probleem, politieke probleem, op te lossen. De VNG, de gemeentes, de burgemeesters, waaronder onder leiding van onze buurburgemeester Jos Wiene van Katwijk, die zeggen, wij weten als gemeentes waar de problemen zitten, wie deze mensen zijn. Wij kunnen een concrete oplossing bieden, maar laat ons dat lokaal oplossen. En daar sta ik volledig achter. En dit compromis lost niks op. Waarom zouden de mensen die hier op straat lopen of ergens in Groningen op straat lopen naar Utrecht of naar Amsterdam gaan?
De oplossing ligt bij die gemeentes. Thomas, je wordt nu eigenlijk een beetje, dat is wel een grapje, maar je wordt eigenlijk gezegd met iemand met domme opmerkingen. Maar Leiden, buiten, we weten nu wat je vindt van welk beleid we zouden moeten voeren eigenlijk rondom uitgeprocedeerde asielzoekers. Het gaat er nu anders uitzien, 5 gemeenten. Wat vind je er nou van dat, dus buiten het feit dat die mensen ergens anders wel opgevangen worden, dat Leiden toch doorgaat? Ja, dat vind ik dus het erge. Kijk, ik ga niet over de landelijke politiek. Want dan zou ik zeggen, gewoon allemaal direct uitzetten. En helemaal niet opvangen. En zeker niet ook psychologische begeleiding en zo. Kijk, dat je ze te eten geeft als ze dat een dag nodig hebben, natuurlijk. Maar dit gaat veel verder dan dat, dus dat klopt al niet. En in Leiden, dit is hoe ik het in elke stad zou willen zien. Ik zou zeggen, ook die 6 steden, de 5 grootste en Ter Apel, volgend voorbeeld van Leiden, gewoon helemaal niemand meer. Ik doe hier wat ik kan voor de Leidse burger. We gaan niet naar de regering luisteren en we gaan gewoon door. Ja, daar ben ik het dus niet mee eens. Dus ik sta niet achter de regeringsplannen. Ja. Hiermee doorgaan wil ik niet. Want wat ik wil is geen asielzoekers meer hier. Dus inderdaad geld naar de ouderen. En CDA kan wel zeggen dat ze dat onzin vinden. Maar die ouderen zitten letterlijk in de stront. Het geld is er niet meer. We hebben problemen in de zorg. Ik wil dat daar het geld in gaat. Er worden ook nog eens gekort. Omdat wij dit doen door landelijk, maar dan we nog minder geld hebben. Nou, we worden helemaal niet gekort, want minister Asje zegt van niet. En Halbe Zijlstra zegt van wel. En het is nog maar zeer de vraag of we daar boetes of gekort worden. Ja, dat is het beleid op dit moment. Dus ik zou ervan uitgaan dat dat wel gebeurt. Nou, dat valt nog maar zeer te bezien. Maar uiteindelijk is het doel, kijk, daar ben ik wel eens met meneer Kok, dat de mensen die illegaal zijn, er is voor hen geen toekomst in Leiden of in Nederland. Dus die mensen zullen terug moeten. De vraag is alleen, hoe ga je dat doen? En de burgemeester heeft volgens mij zeer terecht aangegeven dat wij hier in Leiden te maken hebben met ongeveer 100 illegalen. Ik weet niet wat meneer Kok wil. Ja, die wil ze dus op het vliegtuig zetten. Maar dat heeft in het verleden al aangetoond dat dat niet werkt. Nou, zegt meneer Lenfrink en de vrijwel de gehele gemeenteraad, laten we ze dan begeleiden. En dat is nu wat we doen. En daarvoor geeft ook de IND aan, de VNG, de burgemeesters geven aan. Dat is een goede methode om die mensen perspectief op terugkeer te bieden. Dus uiteindelijk bereiken we dan op deze manier het resultaat wat ook meneer Kok wil. En ik denk dat dat toch is iets wat we moeten uitvoeren. Ja, Thomas, je zegt van het is geld dat wordt nu uitgegeven aan uitgeprocedeerde asielzoekers, wat eigenlijk naar onze ouderen moet. Ja. Het college schrijft in de brief aan de raad, op het moment dat je de opvang niet biedt, ze komen in de illegaliteit, dan wordt het alleen maar duurder. Juist doordat ze op straat zwerven en op andere manieren aan hun geld moeten komen. Ja, nou, dat is natuurlijk niet met cijfers aangetoond. Dat vind ik vrij makkelijk. Die mensen komen dan op straat. Maar nu, als je ze hier opvangt, hebben een aanzuigende werking. Zou je er ook meer krijgen en uiteindelijk ook meer op straat. Wat ze eigenlijk zeggen is, ze zijn illegaal, dus het mag niet. Weet je wat, dan geven ze opvang. Je kan ook zeggen, ze zijn illegaal, dus het mag niet, dus we pakken ze op. En dat die aanzuigende werking is wel een interessant punt. Heeft Thomas daar een punt? Nee. Dat op het moment dat je nog maar een paar gemeenten hebt waar ze naartoe kunnen, dat als Leiden daarbij hoort dat hier meer uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe gaan komen? Ja, maar het hele punt van de aanzuigende werking is helemaal niet bewezen. Nogmaals, die bed-bad-broodvoorziening, dat is dusdanig minimaal. Daarvoor kom je echt niet hier naar Leiden omdat je denkt, nou, daar ga ik eens even lekker van profiteren. Ik heb gezien wat dat inhoudt, die voorziening in Den Haag. Nou, dat zijn treurige gymzalen met witte lakens zonder enige vorm van privacy. Daar wil je zo snel mogelijk uit. We moeten echt af van het idee dat dat een soort lui-lekkerland zou zijn. Nee, bed-bad en brood is echt heel minimaal. Zo minimaal niet. Maar kijk, dat idee dat het lui-lekkerland niet is, dat onderschrijf ik. Maar het zuigt wel zeker aan, want ze krijgen daar wel voorzieningen die ze anders niet hebben. Want ze anders op straat leven. Ja. Uiteindelijk belanden ze ook hier op straat. En ik geloof ook niet dat deze voorzieningen er alleen voor zijn om die mensen daadwerkelijk uit te zetten. Want zelfs in de brief van het college gaat het er toch weer over. En dat er eigenlijk toch nog wel methodes zijn om langer te blijven. En toen ik de wethouder vroeg van, waarom wilt u het geen illegale noemen? Want dat zijn het gewoon. Ja, want dat zou zeggen dat je hier niet mag zijn. Dus de wethouder zegt eigenlijk van, ze mogen hier eigenlijk wel zijn. Ja, volgens mij gaat dat vanuit het idee van, een mens kan niet illegaal zijn. Roos van Gelder heb je het nu over. Ja, het is een SP'er. Dus ja, een mens kan niet illegaal zijn. Dus, Het is wel helder voor de discussie. Ik ben het met veel oneens wat de heer Kok zegt. Maar wat we ons wel echt voor ogen moeten stellen is dat deze mensen uitgeprocedeerd zijn. Het is dus zo dat zowel de IND als de rechter die goede afwegingen maken, hebben geconcludeerd dat deze mensen... De hele raad is daarover eens. Hè? Die mensen hebben geen toekomst in Nederland. Exact. Ze moeten terug. Of er moet een manier gevonden worden om terug te gaan. Maar Thomas, je hebt nog een partner in dit verhaal. De VVD. De VVD heeft in de raad ook vragen gesteld over het beleid van het college in Leiden. Maar verder sta je alleen. Er moet nog wel gepraat worden. Maar volgens mij gaat er gepraat worden over
hoe gaan we nu deze voorziening daadwerkelijk vormgeven? Ja. De VVD speelt natuurlijk een beetje een dubieuze rol. Want in de raad zijn ze inderdaad ook tegen. Maar ze zitten wel in het college wat dit wil uitvoeren. Ja. Zo landelijk zitten ze weer in het kabinet. Wat dus je wil eigenlijk zeggen dat je helemaal alleen bent? Ja, daarvoor voel ik me niet heel gesteund door de VVD op dit moment. Dat is de politieke realiteit. Ik heb op dit moment maar één zetel. Ik verkondig dit geluid. En wie weet, de volgende verkiezingen worden er meer. Dat is politiek. Maar het is wel een eenzaam geluid aan het worden. Ja, en natuurlijk zal ik ook beide scenario's kijken. Ik wil bijvoorbeeld niet dat hij aan de Ter Haarkade komt, waar het Islamitisch Centrum is. Er was even sprake van. Dat is nadat ik schriftelijke vragen gesteld heb gezegd dat het niet zo is. Of dat aanleiding is, dat weet ik niet. Ik zou ervoor pleiten om dat in ieder geval in de linkse wijk te doen. Mensen die zeggen dat ze die graag willen opvangen, die hebben het dan maar in een wijk en niet weer mijn kiezen. Nou, het is nog even de vraag wat de VNG hiervan gaat vinden. Dan gaat het college er weer iets van vinden. Dan worden de scenario's neergelegd bij de raad. En dan wordt er verder gesproken over debat, brood en... Het zijn te veel BBB-voorzieningen. Maar ik ga ervan uit dat we hier voorlopig nog wel even over verder zullen discussiëren. In ieder geval bedankt dat jullie hier waren. Thomas Kok en Julius Terpstra. Bedankt. En dan gaan we verder met Noorderliefde, want sinds jaren heeft Leiden weer een bevrijdingsfestival. En dit keer bij de Kooi, uiteraard in Leiden-Noord. En ik spreek hierover met organisator Catharina Doxiades van Noorderliefde. Catharina, een echt bevrijdingsfestival in de Kooi, Leiden-Noord? Ja, zeker. Waarom daar naartoe komen? Omdat wij een hele volle dag gepland hebben met muziek, culturele acts, grote namen, Leidse talenten. We hebben een markt, we hebben goed eten, dus je dag is gewoon helemaal gevuld. Ik snap dat als het de eerste keer weer is, een bevrijdingsfestival, dat het er nog niet zo uitziet als bijvoorbeeld Haarlem. Nee. Maar moeten we wel aan zoiets denken? Het is wel wat meer kleinschalig opgezet. Dus niet alleen maar gericht op grote muziekacts, maar echt meer gericht op het totaalplaatje met kinderactiviteiten, met wat de buurt te bieden heeft, met Leidse kleine talenten, met een klein marktje. Dus het is meer een allround festival dan alleen maar... Pop. Nu kennen we Noorderliefde al, want Noorderliefde werd vorig jaar al georganiseerd. Aan het eind van de zomer was er een editie van Noorderliefde. Ja. Was een groot succes. Zeker. Spinvissen trad er onder andere op. En wie trad er nou nog meer? Typhoon. Typhoon uiteraard, ja. Typhoon stond daar. Is dit nou een tweede editie van Noorderliefde of een eerste begin van een bevrijdingsfestival, een traditie dat verder door zou gaan? Nee, het is zeker een tweede editie van Noorderliefde. Noorderliefde is van... opgezet door Cultuurfonds en door Heijmans om Leiden-Noord op de kaart te zetten. Op een positieve manier, door middel van cultuur, een ander beeld te geven van Leiden-Noord. Mm-hmm. En daar is dit een tweede editie van. En wij hebben gekozen voor 5 mei. Omdat het dit jaar Nationale Vrije Dag is. Of in elk geval in veel beroepen vrij. En dat vinden we een leuke datum. Ja. Ja, en dan moeten we natuurlijk de grote naam horen. Want we gaan niet zomaar naar Leiden-Noord komen. Nee. De staat. Ja. De staat is echt is onze main attractie 's avonds. En, vertel eens voor mensen die de staat niet kennen. Wat voor soort muziek is het? Rock. Ja? Ja. En is het headbang rock of is het dansbare rock? Nee, het is toegankelijke rock. Het is vooral, ook al ken je de staat niet, sowieso te gek om te komen. Omdat zij bekend staan als een fantastische live act. Ze halen altijd van alles uit de kast. Dus ze hebben er ook heel veel zin in. En we beginnen de dag ook al heel goed met een hele blije bekende uit de omgeving, Splendid. Ja. En dus, ja. En wat voor muziek is dat? Splendid, ik vind het zelf een beetje vrolijke surfpop, noem ik het altijd. Ja. Van die strandmuziek. Ja, dus lekker chillen. Je begint de dag rustig. Nee. Het is meer springen en dansen op het strand, zeg maar. Oh, springen en dansen op het strand, ja. Ik lig meestal op het strand. Ja, maar, springen en dansen. En verder? De tussendoor staat Sarah Jane. Ja. Sarah Jane is opkomend soul-artieste. Heeft een fantastische stem en een heel gaaf optreden. Ik heb haar zelf gezien laatst hier ook bij Funked Up. Was echt heel leuk. En daarna hebben we ook nog een vrouw tussendoor op het podium staan. Dus dat is ook wel leuk. Ja, en je noemde net al heel veel. Er is voor iedereen wat. Ja. Want er was bij het vorige Noorderliefde Festival ook. In de moskee was er onder andere muziek. Er was nog een apart klein podium waar cultuur gedaan werd. Waar schrijvers een stukje gingen voordragen bijvoorbeeld uit eigen werk. Mm-hmm. Is dat nu weer zo? Ja, dat hebben we. We zijn op dezelfde voeten verder gegaan. De moskee wil weer met ons samenwerken. Dus daar zijn we heel blij mee. Daar mogen we weer 2 singer-songwriters neerzetten. Ja, wie zijn dat? Frederike Kronen. Ja. Twisted Soul. Zij komt ook uit Leiden. Ja.
en Twan Scholten, bekend van de beste singer-songwriter van Nederland. Die staan allebei in de moskee een akoestische set te geven. We hebben ook weer een cultuurpodium. Daar hebben we dit jaar komen er dansvoorstellingen op. Onze eigen Leiden Noordse band Cannonball Johnson. Ja. En daarna Spoken Word. Dus ja, poëzie zou ik het willen noemen. Ja, en je zei, voor de kinderen is er ook wat. Ja. En die hoef je niet thuis te laten? Nee, die kan je zeker meenemen. We hebben BPC, komt workshops geven. We hebben jongerenwerk uit het gebouw. Die komen ons helpen met kinderactiviteiten, kinderschminken. We hebben eigenlijk van alles. Stoepkrijten. Het is echt een familie-event. Je kan eigenlijk van alle leeftijden ben je wel welkom. Ja, nu het is ook de bedoeling dat iedereen uiteraard komt. Ja. Toch die kinderen. Je gaat nu, nee, ik ga iets aardigs zeggen over kinderen. Geen zorgen. Oké, ik ben benieuwd. Nee. Ik kan me voorstellen als je ouder bent en je gaat naar een festival. De geluid staat zo hard altijd. En die moeten van die grote oordoppen meenemen. En dan hebben ze geen contact meer met de wereld. En dan zijn ze ook onhandelbaar. Ja. Hoe gaat dat er hier uitzien? Zijn er rustige plekjes waar je gewoon even kan eten, drinken, met je kinderen in ieder geval kan zijn? Nou, we hebben expres daarvoor zit het kinderhoekje echt aan de ingang van het terrein. Aan de ongeveer verst weggelegen positie ten opzichte van het hoofdpodium. Dus daar heb je gewoon denk ik het minst last echt van het grote, van het, echt het geluid. En we hebben inderdaad ook een eethoek, we hebben ook een marktje wat meer gelegen is naast het podium. Dus je kan zeker wel weg uit de herrie. En dan moeten we wel de stad uit gaan fietsen. Moet je wel de stad uit gaan fietsen. Ja, dan buiten de singles. Daar worden sommige mensen heel erg zenuwachtig van als dat moet gaan gebeuren. Ja, en dat is juist wel de bedoeling, want er ligt heel veel leuks buiten de singles. En Leiden Noord heeft echt heel veel te bieden. En ja, misschien moet je die stad maar een keer wagen. Ja, dus in ieder geval, want van hoe laat tot hoe laat moeten we daar zijn? 12 tot 8. 12 tot 8? Ja. Ja. En moeten we nog betalen? Nee, alleen voor je drank. Alleen voor je drank. En nu, wat je zegt, dit is duidelijk geen, het is duidelijk een opvolger van de Noorderliefde die de vorige keer was. Blijft Noorderliefde? Is dit iets wat we meerdere nog de aanstaande zomer misschien ook kunnen verwachten? Ja, Noorderliefde is, nou ja, zoals ik zei, een samenwerking tussen een aantal partijen. In dit geval hebben we met Heimans natuurlijk te maken met bouwgronden. Dus we zijn heel erg afhankelijk van hoe de bouw verloopt en of er ruimte is. Wij zijn heel enthousiast hierover. Dus vanuit ons gezien, dus vanuit de stichting van Stichting Sommerzes, heel graag. En als de mogelijkheid er is, dan denk ik dat er wel een derde editie komt. Nou, laten we daarop hopen. Laten we maar ook hopen dat het aanstaande dinsdag, 5 mei dus, bij het Kooiplein een hele mooie Noorderliefde gaat worden. Ik wens jullie heel veel plezier. Dank je wel, Catharina. En dan wil ik onze overgasten nog even bedanken. Julius Terpstra en Thomas Kok. Dinsdag is er weer een cultuur aan tafel. Dan gaan we het hebben over de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat kan eigenlijk ook niet anders op 5 mei. En we gaan het hebben over Hospice Isoria. Dus bedankt voor het kijken en tot dinsdag. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Zorgtalent.